Dit is Rana Tori. Welkom bij een andere aflevering. In deze aflevering praten we met het assembleelid Mahinder Yogi van de VHP en het assembleelid Deo Charman, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, heeft onlangs aangegeven dat hij geen derde termijn wil aanzitten in de Nationale Assemblée. En hierover zullen we praten met het assembleelid Yogi. Meneer Yogi, welkom in het programma. Dank u wel. Wat is uw mening over het besluit van de heer Deo Charman? Nou, ik denk niet dat de heer Deo Charman een besluit heeft genomen. Wanneer u dat zo formuleert, zegt meneer Deo Charman dat hij niet wil. Meneer Deo Charman heeft niet gezegd, ik word geen kandidaat. Dat heeft hij niet gezegd. Dus ik denk dat we de tijd ruimte moeten geven, de omstandigheden de ruimte moeten geven om zich waar te maken. Vindt u dat hij nog een termijn mag aanblijven of aanzitten? Dat moet hij zelf beslissen. Dat moet de partij hem in overweging geven. En als u mij vraagt, waarom zou het niet mogen? En u zit al 5 termijnen aan in de Nationale Assemblée, dat bij kans neerkomt op 25 jaar. Zult u gaan voor nog een termijn in de Nationale Assemblée? Ik werk niet voor mezelf. Ik werk voor de partij, ik werk voor het land. En ik kan mezelf niet voordragen, ik heb mezelf nooit voorgedragen. En de partij heeft me altijd voorgedragen. En dat is een aangelegenheid van de partij. En de partij zal besluiten. En als uw achterban erop aandringt dat u voor nog een termijn moet gaan, wat zal uw besluit dan zijn? Het is een aangelegenheid van de partij. En de achterban is ook een deel van de partij. En dan zal de partij een besluit nemen welke zeker wijze zal zijn. Zoals we aangaven, zit u al lang in de Nationale Assemblée voor Saramaka, parlementariër voor Saramaka. Hoe zit het met uw opvolging voor het district? Laat me u aangeven dat ik kandidaat ben geweest in Saramaka. Ik ben daar gekozen 5 keren. Nu is het stelsel gewijzigd. We zitten nu dealen met een stelsel van landelijke evenredigheid. En iedereen moet zich klaarmaken. En niks wordt je opgediend in een dienblad. Je moet werken. Voor iets zoals precies een kind naar school gaat, zijn best doet en overgaat. In elke organisatie is dat zo. En we moeten gewoon keihard werken. En zij die zich keihard werken en profileren, kunnen kansen maken. Ja. De VHP draagt de democratie hoog in haar vaandel en die filosofie is ook doorgevoerd in haar partijregels. Volgens de gewijzigde VHP-partijregels mag een DNA-lid na 2 termijnen niet meer op de DNA-lijst. Hoe kijkt u hier tegenaan? Deze wijziging is een wijziging die is gekomen 10 jaar geleden. Maar dat wanneer we kijken naar de situatie, regels worden gemaakt om een partij, een organisatie, een land te besturen. Precies zoals we in het land, in het parlement, continu bezig zijn met wijzigingen van regels, afhankelijk van tijd en omstandigheden, is dat ook zo in een organisatie. En ik kan ook zeggen van luister, maar die persoon, of voor die functie, of voor die ministerschap, of voor die directeurschap. Ik denk dat het partijbelang en het landsbelang doorslaggevend zal moeten zijn. En dat daar waar regels aangepast moeten worden voor een groter doel en een groter belang, de regels aangepast moeten worden. En in deze denk ik dus dat ook die regel van 2 termijnen in feite niet opgaat. En het was 10 jaar geleden zo ingebracht en ik denk dat het vandaag gewijzigd moet worden. Het gaat niet om Yogi, het gaat om de partij die je moet besturen. En je kan niet abrupt kennis en ervaring in de wereld koop je niet in een winkel. Kennis en ervaring moet je opdoen. En daarvoor heb je tijd nodig. En mensen die in een bepaalde vak, als u kijkt naar het oosten in de wereld, wanneer u kijkt naar China, u kijkt naar Indonesië, u kijkt naar India, die landen bijvoorbeeld, dan zie je dat leiderschap daar begint boven de 60. En dat heeft deels ook te maken met de filosofie, wat die mensen hanteren. En jongeren moet je de gelegenheid geven, maar mensen die kennis hebben, die wijsheid hebben, die ervaring hebben opgedaan, moet je niet van de ene dag op de andere dag in de prullenbak doen. En de VHP is een partij met best wel veel kader. Vindt u dat jongeren binnen uw partij ook meer mogelijkheden moeten krijgen? Jongeren in de partij krijgen meer mogelijkheden. Maar jongeren moeten zich ook waarmaken. Kijk naar het huidige deel van het parlement van de VHP. We hebben 20 zetels. En
bijna kan je zeggen dat 80% van de mensen, meer dan 80% van de mensen nieuw zijn in het parlement. Ik wil niet in de beoordeling treden, maar u bent mediaman. En treedt u in de beoordeling en kijkt u naar de performance. En op bepaalde posities moet je niet komen echt om te leren. Maar je moet al iets weten om te kunnen functioneren in die positie. Denkt u dat u als coach zou kunnen functioneren om die jongeren op te leiden? We zijn altijd bereid om mensen die ondersteuning te bieden, daar waar mensen die ondersteuning willen hebben. Je kan de ondersteuning niet opleggen aan mensen. Maar wanneer je die jongeren bij elkaar brengt, geef je die jongeren een podium, een platform om zich waar te maken, om te profileren. Dus dit is precies wat we doen, al jaren. Kom, doe mee. Loop mee, leer, doe ervaring op. Ga in de praktijk functioneren. En als je moet dat doen. En als je dat niet doet, stompt je organisatie op een gegeven moment af en dan bestaat die niet meer. En welke wetten zijn volgens u momenteel belangrijk die eigenlijk behandeld moeten worden? Nou, het gaat om zeker de NRA-wetten. De wetten die moeten voorkomen dat we geblacklist worden, omdat dat het land raakt, dat raakt de hele samenleving, dat is 1-2 is namelijk, dat we vanaf 1975 in de toenmalige grondwet hadden opgenomen een synchronisatie in feite van de verhouding tussen de machten. In de trias politica hebben we 3 machten waarmee wij rekening houden in ons werk. De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Nu is er een ontwerp in behandeling in het parlement dat het een en ander regelt. Er is namelijk in die samenleving al geruime tijd een zekere mate van ontevredenheid. En een onbegrip misschien, soms terecht, soms een begrip. Een zienswijze van hoeveel verdienen deze mensen? Halen ze onze staatskas niet leeg? Verdienen ze niet te veel? Hebben ze niet te veel privileges? En nu zijn deze 3 onderwerpen onder de hamer in het parlement om na te gaan, wat zegt die samenleving? En wat moet je eruit halen? Wat is niet meer aan de orde in deze tijd? Vroeger bijvoorbeeld, jaren 70, jaren 80, ja, geen parlement. Vroeger was het zo dat je in feite als parlementariër hier kwam 3 uur, 4 uur in de middag. Je vergaderde in de middag, je vergaderde in de hele avond. Het waren mannen van 60, 70, boven de 55 kan je zeggen. En de omstandigheden waren anders, de voorzieningen waren anders. Maar nu de tijd anders is, moet je wijzigingen aanbrengen. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen van luister, je komt in het parlement, je bent 26 jaartjes jong, je dient 1 termijn. En je hele leven lang moet het land je verzorgen. Dus wij zijn nu bezig te knippen aan die dingen. Wat ook een heet hangijzer is in die samenleving, is namelijk bijvoorbeeld een dubbele functie. Je bent parlementariër, maar je bent onderdirecteur daar van het ministerie, of je bent directeur, of je werkt ergens anders, bij een overheidsbedrijf bijvoorbeeld. Dat is ook iets waarmee die samenleving moeite heeft. En dat zijn we ook bezig nu weg te knippen. Wanneer u gekozen bent eenmaal, bent u parlementariër, gaat u een schadeloosstelling krijgen bij het parlement en de rest wordt ingevroren voor jou. Als je geen parlementariër meer bent, dan mag je weer gaan werken als onderdirecteur bij wijze van praten en dan begin je weer geld daar te krijgen, maar hier krijg je niks meer. Ook de pensioenregeling wordt gewijzigd, ook de medische voorzieningen worden gewijzigd. Je hebt situaties, meneer B. gaf het aan, iemand heeft een rekening ingediend voor een bril bijvoorbeeld voor 100.000 SRD. Dat kan niet, dat is niet te doen, maar de huidige regeling geef die mogelijkheid om dat te doen. Dus daarom zijn we bezig dat te knippen. Een minister bijvoorbeeld, die een jaar dient, wordt zijn hele leven lang daarna verzorgd door de staat. Met een directeursalaris. Dat is een onding voor deze tijd. Dat willen we wegknippen. Ja? Dus we moeten, bij de rechter is het anders. Het zijn mensen die een speciale job doen. Ja? In een speciale functie zijn. En dan moet je ze ook die speciale behandeling en die voorzieningen geven. Dus dat zijn min of meer wat de wetten die vandaag onder de hamer zijn inhouden, het gaat op den duur de samenleving minder kosten. En wat zijn de uitdagingen bij het behandelen van deze wetten die u daarnet noemde? Er zijn niet veel uitdagingen, omdat het parlement aan beide kanten eens is dat we zo niet door kunnen gaan. En dat er iets moet gebeuren. En ik ben blij dus dat de initiatieven zijn ingediend door de Gadin en mevrouw, mevrouw van Marwijnen van de ABO. En dat op de agenda is gebracht door de voorzitter. En dat we in feite in de tweede ronde zijn van de behandeling. En ik hoop dus dat
na wat wijzigingen, afhankelijk van het commentaar dat is geleverd bij de behandeling, wat wijzigingen komen en dat we de wetten aannemen en dat het wordt afgekondigd en dat het in werking treedt. En primair is ook dus dat deze wetten niet in werking zijn voor dit parlement. Deze wetten treden in werking vanaf het volgende parlement. En u had het ook over de NRA-wetten om blacklisting tegen te gaan. Een van de zaken is ook illegale visserij. Hoe kijkt u hiernaar? We moeten als land ons grondgebied beschermen. We moeten als land in staat zijn onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen. En vis is een natuurlijke hulpbron dat voorkomt in onze territoriale wateren en onze rivieren. En het is iets, de grondwet zegt, de natuurlijke hulpbronnen zijn voor die samenleving. Het is van die samenleving. Het moet ten dienste staan van die ontwikkeling van die samenleving. Dus we zitten een beetje beperkt financieel. En dan kan je natuurlijk niet alles in place brengen zoals je dat zou willen hebben om inderdaad de bewaking van de visgronden maximaal te laten zijn. Maar ik denk dat er ook een samenwerking is met de Fransen. Dat moet je gaan opzoeken. Hoe je samen toch, want ook de Fransen hebben last van illegale visserij. Hoe je samen inderdaad zo maximaal mogelijk je visgronden kan bewaken. Het is zo dat je je visgronden moet bewaken. En hoe staat het met de problemen die er waren binnen onze rijsector? Nou, ik denk dat de problemen in de rijsector nog steeds bestaan. We hebben ook te maken met klimaatsverandering. En u ziet zelf wat het weer is. We weten niet hoe lang de droogte zal aanhouden. Normaal zou het 15 november moeten rekenen. Ik hoop dat dat gebeurt. Maar ook die situatie in het land, financieel en economisch, treft die rijstboeren. En dat ziet u in het achterstallig onderhoud van loosleidingen, van kanalen, van bruggen, van dammen, van kunstwerken, van pompgemalen bijvoorbeeld. De pompgemal van Wageningen is nog steeds niet in bedrijf. De regering zit al 4,5 jaar. De pompgemal van Wakai is een beetje gerenoveerd, maar het is nog niet 100%. We zijn 4,5 jaar in de regering. En Wakai was juist gebouwd om 2 seizoenen inzij van paddy en Nikeri mogelijk te maken. Dat je weet zeker, van er kan water gepompt worden vanuit de Naniswam. Het gaat naar de akkers en zo en mensen kunnen inzaaien. Dus dat zijn uitdagingen die nog steeds aanwezig zijn. Er is nu een ID-project, B-project, welke uitgevoerd, ik denk 20 of 30 miljoen dollars. En daar zie je wel wat zaken die aangepakt worden. Ik hoop dat dat inderdaad helpt en dat de zaak een beetje opgegriet kan worden. Maar in vergelijking met Guyana is er een ander probleem. En bij de behandeling hier van de wet op de van de wetten hier in het parlement hebben we aangegeven, het ging om BTW, dat we, en ik deed het voorstel om gebruiksgoederen bestemd voor de agrarische sector vrij te stellen van BTW. In Guyana bijvoorbeeld betaal je 0% heffing op de import van onderdelen, van machines, kunstmest, noem maar op. In Suriname moet je betalen. En je ziet dus daarom een hele stroom vanuit Guyana naar Suriname. Mensen gaan vanuit Nikeri naar Guyana, je steekt over met de boot en je koopt je onderdelen en komt terug. Dus je hebt een stukje ongelijkheid in de voorziening, omdat er regels zijn die hier gelden, maar die daar niet gelden, waardoor de rijstsector in Guyana beter floreert. Je hebt bijvoorbeeld in Guyana een rijstboord waar alle actoren in één zijn gebracht, samen aan tafel zitten met elkaar onderhandelen. De pelmolenaar, de rijstboer, de importeur, de exporteur, iedereen zit in de keten, vanuit de keten zit erin. En die werken samen en men begrijpt ook dat we elkaar moeten ondersteunen in die keten. Anders valt die ene schakel eruit. En als één schakel eruit valt, valt die hele keten eruit. In Suriname zijn wij nog niet zo ver in ons denken. We zijn nog niet georganiseerd wat dat betreft. Er zou een wet komen op de productschap. Dat is er nog steeds niet. Maar al zou die wet er ook zijn, zijn wij mentaal voorbereid voor de uitvoering daarvan. Zoals de wet dat zou voorschrijven. We hebben nog wat uitdaging. Wat kunnen wij als land doen om eindelijk die uitdagingen waarover u het heeft te overbruggen en eindelijk die voedselschuur te worden? Kijk, ik denk dus dat we moeten kijken naar voorbeelden in de wereld. Wat goed is en wat goed wordt gedaan in de wereld, moeten we even aanpassen aan onze situatie. En ik vind dat we dat kunnen overnemen. Toch? In Brazilië, wij hebben met Brazilië een goede samenwerking. In Brazilië, de instituut in Prapa in Brazilië, deskundigen,
vele deskundigen gebundeld daar met proeven en allerlei technische dingen. En is de uitkomst voor Brazilië. Brazilië is een wereldmacht wanneer het gaat om de agrarische sector, wanneer het gaat om de pluimveesector, wanneer het gaat om de veeteelsector. Dus ik denk dat we die goede voorbeelden moeten nemen, die relatie die we hebben met die landen, die relatie moeten uitbuiten om onze situatie daartegen te projecteren en kijken welk voordeel wij kunnen hebben daaruit. Onze melkveesector bijvoorbeeld is bijna doodgebloed in dit land. Ja, beesten die 4 liter melk geven per keer, 3 liter melk geven per keer. Terwijl de technologie en de wetenschap zo ver is dat die beesten 60 en 50 liter melk per dag geven in andere landen. Dus ik denk dat we naar weersomstandigheden ook deze zaken moeten overnemen en plaatsen en projecteren in onze situatie. Waar die melkproductie ligt bijvoorbeeld. Neem de kokosindustrie in Brazilië. Goed florerend, goed bedrijf, goede kokosnoten. In Mexico bijvoorbeeld, in India, in China en Maleisië. We hebben samenwerking met deze landen. Haal goed plantmateriaal. Ondersteun de boeren, help ze een beetje. Er is een kredietfonds, greet hem op. Laat mensen helpen. Geef goede voorlichting. Kies voor de juiste bank. Bij de behandeling van de wet NOVA hebben we gezegd van luister, we hebben het niet gezegd. Want iedereen dacht dat die tender zou gaan naar de Volkskredietbank. Omdat die bank haast in elk district een filiaal heeft. Zodat iedereen toegang zou hebben bij het aanvragen van lening. Nou is plotseling NOVA gegaan naar de Amana Bank. Amana Bank heeft niet eens een kantoortje in een district. In die keer zitten ze ergens onder een vleugel van een dak. En voor de rest hebben ze nergens een kantoor dan in Paramaribo. Hoe gaat die persoon van Brokopondo of Para aankloppen daar voor een lening? Dus we moeten dingen in de praktijk goed gaan uitvoeren. En geen domme dingen gaan doen. En tot slot, hoe bereidt u zich voor op de verkiezingen van 2025? We moeten hard werken. En zeker wat de VHP betreft, moet de VHP terugkomen in die regering. En zeker wat de president betreft, moet Santokki terugkomen als president. De contouren voor een ander beleid zijn ingezet, worden uitgevoerd. Santokki is 4,5 jaar president. Ik vind dus dat er continuïteit in beleid moet komen. Er is heel veel geschied op macroniveau. En zoals de president zelf ook zegt, op microniveau moeten nog een aantal dingen gedaan worden. Heb je onderbreking van het beleid? Dat betekent dus dat net als een timmerman die een huis bouwt, of een timmerman die een huis bouwt, dan moet hij dit nog doen, dit nog doen. Dan breekt hij af 4 jaar lang en gaat hij 1 jaar repareren, komt er een ander termijn. Dus we moeten doorgaan. De NPS heeft 22 jaar leiding gegeven aan dit land. De NDP heeft 22 jaar leiding gegeven aan dit land. Ik denk dat Santokki nog een termijn moet krijgen om het werk eventueel af te maken. En als het nodig is, continuering van zijn ambtstermijn. Wat oil en gas betreft, hebben we perspectieven daar. En de ontwikkeling van olie en gas is een unieke kans voor Suriname. Om zich weer te herstellen en inderdaad goed te gaan positioneren. Met financiële middelen om verder te gaan werken aan de toekomst van dit land. En ik denk dat dat niet in verkeerde handen moet komen. Wat de NDP betreft heb ik gezien dat zij altijd hebben gezorgd voor afbraak. Meneer Venetiaan heeft gezegd dat de heer Rusland niet de juiste leider is voor de NPS. En men heeft niet naar hem geluisterd. En wanneer meneer Venetiaan spreekt, dan praat meneer Venetiaan met gezag. Het is iemand die 2 keer een minister is geweest van onderwijs. In 1973-80 weggeschoten door de militairen. Weer minister van onderwijs. In 87 weggeschoten door de militairen in december 90. Daarna is hij 3 keer president geweest. Het is niet zomaar iemand. Die weet waarover hij praat. En wanneer hij zegt, van luister. En ik vind dus dat meneer Rusland de capaciteiten niet heeft om leiding te kunnen geven aan het land als president. Nog minder iemand uit de NDP. Dus de persoon die overblijft, Brunswijk, kan geen leiding geven aan het land. Hij zou eerder zich moeten bezighouden met andere dingen zoals ik dat zie. Somahardjo kan geen president worden. Hij kan geen leiding geven. Maar de Asabina ook niet. Dat zijn de mensen die een beetje in beeld zijn. Politiek nu in het parlement. En daarbuiten heb je nog een paar mensen. Toch? En ik weet niet of ze die capaciteit hebben. Dus op dit moment, de persoon die met kop en schouders uitsteekt, is de heer Santokki. Om de volgende president te worden. En ik denk dat we zonder emotie daarvoor moeten gaan. En ik denk dat dat wel de garantie is. Altijd wanneer de VHP in de regering is geweest, in een regering is geweest, samen met anderen, wij delen macht, wij hebben nooit de intentie om alleen te besturen. Wij doen dat nooit. Toch? Soms, alhoewel wij meer zetels hebben. Kijk, dit keer bijvoorbeeld. Wij hebben 20 zetels. De ABOP heeft 10 samen met Pretje Elhoer. Maar wij hebben belangrijke posities weggegeven. De vicepresident, de voorzitter van het parlement. 5, 6 belangrijke ministeries. Het gaat bij ons om samen te regeren. Toch? Dit land is niet van 1 partij en van een politieke partij. Dit land is van ons. En we moeten het samen doen. Maar je moet een goede en sterke trekker hebben en dat is Santokki.
Zo heeft u het gehoord van het assembleelid Mahinder Yogi van de VHP, met wie we gesproken hebben over diverse topics. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.